Ook op het gebied van eten en drinken wordt Schiphol steeds groener. Na de verantwoorde drankjes van Juicy Details, de eerlijke sandwiches van The Green Range en de grotendeels biologisch bereide gerechten van Dutch Kitchen, is nu het Fair Taste Café geopend. Op Schiphol hebben wij wel heel veel Fair Trade producten al in ons assortiment op verschillende plaatsen. Maar we hebben er nooit echt een punt van gemaakt om één outlet te maken waar dat hele assortiment in de hele breedte Fair Trade beschikbaar is. Bijvoorbeeld bio-cola. Dat smaakt eigenlijk niet zo heel erg zoals de cola die wij kennen. Maar dat is wel een hele goede cola. Niet alleen om te drinken, de smaak is goed. Maar ook alles wat in die cola zit is ook op een goede manier verkregen. TV-kok Ramon Beuk opende het Fair Taste Café door het eerste flesje water te tappen van het Join the Pipe project. Wij hebben dus een waterput, hebben wij meehelpen financieren in Bangladesh. En dan iedere keer als je nou bij ons een flesje koopt, dan krijg je het water gratis. De fles koop je en daar betaal je dus mee aan die put. En je hoeft dus nooit meer voor je water te betalen. Dus als je de volgende keer weer komt met die fles, neem hem dus dan leeg mee. Dan kun je hem vullen. Ja, hoe duurzaam ben ik zelf? Duurzaam vind ik is een heel breed begrip natuurlijk. Ik ben vooral wel heel erg bezig met eerlijk. Ik vind eerlijk belangrijk. Fairtrade, daar ben ik ook ambassadeur van. Ik heb voor Fairtrade de wereld bezocht op zoek naar hun manier van samenwerken met ontwikkelingslanden. En dat heb ik met eigen ogen gezien. Ik heb een kijkje in de keuken genomen bij die mensen en als tegenprestatie voor die mensen gekookt. Het Fair Taste Café is een samenwerkingsverband met KPN. En in het vernieuwde internetcenter is natuurlijk ook gelet op duurzaamheid. Zo zijn de beeldschermen energiezuinig, wordt er gebruik gemaakt van gerecycled papier en hangt er LED-verlichting. The spot is very nice, it's very central, it's quite good. Heb je al iets geproefd? Ik heb een paar glazen wijn mogen proeven en die zijn lekker. Vooral lekker, champagne is lekker. Ik heb nog wat andere drankjes geproefd, maar ik heb nog niks gegeten. Ik ben zelf denk ik het meest trots op koffie en chocola. Vaak denken mensen dat Fairtrade is niet lekker, dat is niet waar. Als je goede Fairtrade producten koopt, is het hartstikke lekker. En als jij dan ook nog een heerlijk stukje chocola bij hebt, wat ook Fairtrade is, dan ben je één goed bezig. En heb je gewoon een heerlijke koffie met chocola. En dat gaat het natuurlijk ook om. Het Fair Taste Café bevindt zich in Lounge 1 en is dagelijks geopend van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Het internetcenter is self-service en 24 uur per dag open.